Berghet Louis draagt haar persoonlijke verhaal als een krachtig embleem van zelfacceptatie. Het is bekend dat zij, als stralende zangeres die voortdurend in de schijnwerpers staat, een ongewone deuk in haar voorhoofd heeft, vermoedelijk al sinds haar geboorte. Deze eigenaardigheid, die haar als een onwelkome metgezel lijkt te achtervolgen, heeft haar doen besluiten om een subtiele correctie toe te passen met behulp van een file bij een gerenommeerde kliniek in Amsterdam. Haar openheid hierover getuigt van een eerlijk streven naar zelfvertrouwen te midden van de genadeloze beoordelingen van de entertainmentwereld. In een wereld waar ijdelheid vaak de boventoon voert, reflecteert Berghet op het feit dat veel beroemdheden zich onderwerpen aan diverse cosmetische ingrepen om aan de oppervlakkige normen van schoonheid te voldoen. Echter, Berghet onthult dat haar voorhoofddeuk de enige aanpassing is waarvoor ze heeft gekozen. Ik ben niet zo van de ingrepen, benadrukt ze in een interview met Linda. Desondanks kan men niet ontkennen dat het deukje een rol speelt in haar voorkeur voor een pony en het gebruik van opvallende Instagram filters, die misschien bedoeld zijn als een soort glanseffect, maar soms meer lijken op melkglas. Berghets reis naar zelfliefde is geïnspireerd door iconen zoals Tina Turner, die haar hebben geleerd om te blijven stralen ondanks tegenslagen. Vol trots omarmt ze nu haar perfecte imperfecties en benadrukt dat haar zelfacceptatie haar heeft geleid naar een plek waar ze volledig van zichzelf houdt inclusief de betovering van haar benen, ogen en borsten. Met een krachtige boodschap richt Berghet zich tot vrouwen, pleitend voor een einde aan het onderlinge afkraken en oordelen. Ze roept op tot een gezamenlijke beweging van zelfliefde en begrip, waarin vrouwen elkaar niet langer bekritiseren op uiterlijk, gewicht of esthetische keuzes. Berghets verhaal is niet alleen een viering van haar eigen reis naar zelfacceptatie, maar ook een inspiratie voor anderen om hun eigen unieke pad te omarmen te midden van de vaak onverzoenlijke schijnwerpers van het publieke oog.